In deze video geef ik een uitleg over de verschillende weergaveopties in de Gantt chart. We gaan kijken naar het linkerdeel, de kolommen en naar het middelste deel met de visuele weergave van de balkjes. Links zien we nu twee kolommen. Maar als ik deze sectie iets opensleep, dan zien we dat er nog meer kolommen zijn. Je kunt zelf de volgorde van de kolommen bepalen en die volgorde wordt dan ook opgeslagen voor dit project. Dus niet als een persoonlijke voorkeur. Maar voor het project, dus dat betekent iedereen die dan de Gantt chart opent, zal precies dezelfde weergave krijgen. Je kunt zelf bepalen ook hoeveel kolommen je wilt laten zien door de sectie op een bepaald punt te zetten. En dat zal dan ook worden bewaard. Ik zet hem weer even terug. Dan het midden van het scherm, de balkjes. Ook die weergave kunnen we nog wijzigen. Dat doe je onderin bij instellingen. We kunnen als eerste teksten laten zien. Links, rechts, boven en onder van de balkjes. We hebben de volgende opties. Je kan de activiteitsnaam nog een keer laten zien. Een label, dat is een vrij veld. Een activiteitsstatus. Percentage gereed. Daar hebben we ook een andere optie voor, die gaan we nog behandelen. Naam van de teammanager. Opmerking op een activiteit. Doorlooptijd van het balkje. Begrote uren, geschatte uren. Geplande uren, dus dat zijn de daadwerkelijk geplande resources. In het planbord. ...open aanvraagboekingen, dus wel gepland maar nog geen mensen op toegewezen... ...en de namen van de reeds ingeplande resources. Ik kies nu even voor links de naam van de activiteit en rechts de ingeplande resources. Klik op opslaan en dan zien we dus hier voor het balkje wordt nu ook weer de naam van de activiteit weergegeven... ...en daarachter de ingeplande persoon. Even terug naar instellingen, want we hebben nog een aantal andere opties. We kunnen ook bepalen welke kleur de balkjes krijgen. We hebben een standaardkleur, dat is de kleur groen. Maar je kunt ook ervoor kiezen om de projectkleur te laten zien, of zelfs de activiteitskleur. En nou, zoals je ziet, zien we nu dus de kleuren van de verschillende activiteiten. We kunnen ook de voortgang tonen. Dit zien we heel goed bij de eerste activiteit, die staat op 60% gereed. Dat wordt in het balkje getoond. Maar we zien ook visueel door de lichtgroene kleur precies waar 60% is in het balkje. En dat zien we overigens ook bij hoofdactiviteiten. Dus hier hebben we een hoofdactiviteit extra work. Twee onderdelen. En dan zien we niet dat alleen het groene balkje ook visueel de voortgang weergeeft, maar ook het blauwe balkje. We kunnen het kritieke pad tonen. Ik zal deze eens aanzetten en toelichten. Het kritieke pad is de reeks van gekoppelde activiteiten, dus die afhankelijk zijn van elkaar, waarvan als je daar er één activiteit van gaat schuiven, dan schuift eigenlijk de einddatum van het project. En daarom zijn deze bovenste activiteiten nu gehighlight. Want als je één van die gaat schuiven, ja, dan, dan schuift direct de einddatum. Terwijl hieronder, die zijn nu niet zo goed zichtbaar, dat komt omdat deze vormen geen onderdeel van het kritieke pad... Als je daarmee gaat schuiven, wil dat nog niet direct leiden tot een vertraging van het project. Dus op deze manier, met deze instelling, kunnen we het kritieke pad highlighten. En tot slot hebben we de mogelijkheid om waarschuwingen te tonen. Je krijgt dan een extra kolom: een kolom met een melding van hoeveel waarschuwingen er zijn per activiteit. Dus dat kunnen er meer dan één zijn. En typische waarschuwingen zijn bijvoorbeeld: Je hebt nog geen begrote uren of er zijn nog geen resources gepland of er zijn meer uren al gepland dan begroot of er is een resource gepland buiten de einddatum van een activiteit. Dus er kunnen verschillende waarschuwingen zijn en als je er met je muis hier op gaat staan, dan zie je dus hier ook geen begrote uren en er zijn geen resource boekingen. Dus deze activiteit dat klopt, ik heb die nog niet begroot. Dat zou natuurlijk wel moeten. En er zijn dus ook nog geen resource boekingen. Er zijn nog geen mensen op ingepland. Dus op deze manier word ik als projectmanager even ja, gewaarschuwd, gealarmeerd over uh, onderwerpen waar ik nog actie op moet nemen.